Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel met ook weer de vaste ingrediënten, waaronder het bloemetje van de week, Sari. Maar ook de straatpraat. We hebben de straatpraat. We hebben aan het winkelend publiek hier in Tiel gevraagd. Wat vindt u nou typisch Tiels? Juist. Nou, daarnaast hebben we ontzettende leuke gesprekken. Strakjes met Pater Robbe. Die komt ons vertellen over het Sporenbergfonds. Maar we beginnen met Wil van Rey. Hij is veiligheidsofficier namens de FIFA. Zeg ik dat zo goed? Ja. Dat is een hele mooie, dure term, hè? En ook veiligheidsofficier. En ook wel heel bijzonder. Ja. Ja. Ja, in het Engels is het security officer, maar ja, dat is hetzelfde. Nee, ik ben sinds 2005 security officer voor de FIFA, de Wereldvoetbalbond. En dat is op basis van uitnodiging, dus ik ben in feite ook maar vrijwilliger. Maar ik heb het geluk dat ik eigenlijk voor alle evenementen en voor heel veel voetbalwedstrijden gevraagd word om te komen. En ja, dan heb ik eigenlijk een drieledige taak. En dat is observeren, adviseren en rapporteren. En dan is het natuurlijk zo dat op het moment dat je maar één wedstrijd hebt, bijvoorbeeld een kwalificatiewedstrijd zoals, nou ik noem maar wat, Servië-Kroatië, een hele pittige wedstrijd, dan kun je natuurlijk wel in het begin natuurlijk observeren en praten van hoe heb je dit georganiseerd, dat georganiseerd en daarom wat adviezen. Maar het leukste is eigenlijk de toernooien, zijn de toernooien waar je veel langer verblijft, waardoor je natuurlijk na één of twee wedstrijden daadwerkelijk kunt zeggen, de volgende keer zou het toch wel verstandig zijn om het sowieso aan te pakken. Kijk. En zijn er ook inderdaad onder jou, onder jouw leiding dingen getackled, voorkomen, dingen die je aan zag komen? Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Ja, maar het is niet gebeurd. Nee, maar goed, je hebt de dingen wellicht in de kiem kunnen smoren. Nou, wat natuurlijk wel zo is, ja, om een voorbeeld te noemen, ik heb de afgelopen wereldkampioenschap voetbal in Brazilië, heb ik in de hoofdstad Brazilië gewerkt. En dan een van de meest vervelende dingen is dat er een zogenaamde pitch invasion is, dat de mensen het veld opkomen. Mm. Want dan moet de wedstrijd stilgelegd worden en dat is echt hoogst vervelend. En dan is het toch, ben ik er toch wel een beetje trots op dat het gelukt is, en dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar natuurlijk met alle mensen die er zijn, om te voorkomen dat het gebeurd is en dat het een pitch invasion is. Ja. Dat is een van die dingetjes die dan natuurlijk wel leuk zijn. Maar goed, voor hetzelfde geld, als ik niet was geweest, was het misschien ook niet gebeurd. Maar je bent wel continu met al je ervaring natuurlijk wel bezig, ja, om adviezen te geven. Maar in feite ben je nauwelijks met dat voetbal bezig. Nee, met voetbal nog niet. Ik zal het vertellen, dat is wel leuk ook. Ik had een jonge student, heel aardig, heel veel vrijwilligers en die echt heel plezierig in Brazilië. En ik had dan een jonge student en die sprak dan al heel goed Engels. En dus die was mijn tolk, zeg maar. Dus ik vroeg aan hem de eerste wedstrijd van, vind je het leuk om de wedstrijd te zien? Hij zei, ja meneer, dat vind ik wel leuk. Ik zeg, nou, dan moet je niet met mij meelopen voor de wedstrijd. Wat hij wel ziet is natuurlijk, wat hier wel is gebeurd, is natuurlijk wel midden in de wedstrijd. Ik bedoel, en midden in het gebeuren. Ik bedoel, ik loop dan met een jongen naar, ene moment ben ik op een veld. En ben ik een rondje aan het maken rondom de stewards, dat er deel van jongens, let op. Maar je zit er natuurlijk wel bovenop, hè? En de andere keer ben je in de VIP-tribune en heb je een gesprekje met meneer Blatter en dan zit zijn jongen er ook bij. Zegt zo meneer Blatter nou van, hey Wil, hoe gaat het met je? Nee, dat niet, maar hij kent me wel. Hij kent me wel van de tijd. In 2005 hebben we in Nederland een WK gehad, een jeugd-WK. En toen ben ik behoorlijk vaak met hem opgetrokken. Dus hij kent me wel, maar ik wil hoe niet hoe is die man nou? Ik wil niet zeggen dat hij meteen zegt van, hey Wil. Vertel eens. Hey, best een aimabele man, een hele aardige man. Hij is vroeger ook semi-prof voetballer geweest. Ik weet nog wel dat ik in 2005 heb ik het genoeg gesmaakt zelfs nog een beetje te voetballen samen met hem. Nee, een hele aimabele man. En ik heb ook het. En ik vind persoonlijk, maar ja goed. Het beeld wat geschetst wordt is natuurlijk omkoping. Ja. Blijft dan ook om de strijkstok hangen. Nee, dat is met hem absoluut niet het geval. Ik wil niet zeggen dat ik de hand voor in het vuur steek, maar hij is in mijn beleving heel erg clean. Wat je ook wel ziet is dat de opmerking maakt die over het voetbal, om een voorbeeld te noemen, Qatar, hij is een van degenen die niet voor Qatar heeft gestemd. En nu zegt hij ook, jongens, we hebben voor Qatar gestemd. Uiteindelijk, Qatar is geworden, maar in de zomer moeten we dat niet doen. Nee. Kijk, als je dan ziet dat ze, dus een Platini bijvoorbeeld, de voorzitter van de UEFA,
die heeft wel voor Qatar gestemd. En die zegt, ja, geen flauwekul, we gaan gewoon... Soms om door de diepte in te duiken, ja, maar hoe dat komt, money talks, hè? Ja. Zijn er nou ook dingetjes gebeurd, gekke, leuke voorvallen, anekdotes? Dan doe je met name Brazilië, denk ik, hè? Ja, ja. Horen. Ja. Elke wedstrijd zijn er wel bijzondere dingen natuurlijk. Hè. Dat zit hem natuurlijk in de voorbereiding, om een voorbeeld te noemen. Argentinië kwam en Argentinië had heel veel vervelende supporters. Dus natuurlijk heel dichtbij. En die kwamen met duizenden supporters, echt tienduizenden. En verschillende hadden geen kaartje. En oh, waar in andere stadions hadden ze geprobeerd om binnen te dringen. Dus dat was wel leuk om dat goed op poot te zetten. En dat is ook allemaal gelukt. Dat is heel erg goed gelukt. En het grappige is... wat ik dan doe in zo'n toernooi is dat je heel van tevoren heel veel investeert en heel veel contact legt en heel veel daadwerkelijk ook met mensen wil praten. Maar ben je nou ook verantwoordelijk of betrokken bij wat er buiten dat stadion ook allemaal gebeurt? Ja, ja. Om een voorbeeld te noemen, dat wilde ik je net vertellen. Degene die dat organiseerde in Brazilië, dat was een 34-jarige politiechef, een hele slimme jongen. Heel jong? Die moet je voorstellen, moet je eens raden hoeveel instanties er bezig zijn met zo'n organisatie op het gebied van veiligheid. Als je dat zo zegt, dan zullen er vast meer dan 10 zijn. Ja, 15. Er zijn er meer dan 40. Zo. Meer dan 40 instanties en hij was degene die coördineerde. En dat, wow. Om een beetje een raar voorbeeld te noemen. We hadden op een gegeven moment een training, dat noemen ze dan een gesloten training van de onder andere Nederlands elftal. En dan kwam er ineens een helikopter boven het stadion hangen. Ja, dat mag dus niet. Ja, dat mag niet. Hè. Het is ook gesloten. Maar ja, je kunt moeilijk... een geweer pakken. Dus nee. Dat is een beetje lastig. Dus ik heb onmiddellijk contact met hem opgenomen. En hij zorgde ervoor dat er gewoon, op bevel gegeven wordt. Via de luchtmacht in dit geval. Van wegwezen, want anders daar komen we je halen. Hoor. En dat gebeurt dan ook. Want ze hebben daar ontzettend veel maatregelen genomen. Een van de andere dingen bijvoorbeeld ook wat me bijzonder opviel is dat ze hadden in dat stadion, en niet alleen in dat stadion, maar in elk stadion, hadden ze apparatuur staan die testen nucleaire lading en andere stofjes. Zoals bommen en zoiets. Of er iets naar binnen was gesmokkeld. Ook chemische spullen, ja. Er is ook niks gebeurd, hè, navenant in Brazilië. Aan een van de... Je vertelde me, of je vroeg me van buiten, wat wel heel apart was, dat op een gegeven moment hadden wedstrijd Portugal-Ghana. En Ghana wilde niet trainen. Dat is zo'n beetje raar, want ik bedoel, als je dan komt, dan heb je een vast programma. Ja, dan gaan we niet trainen. Dat is ook naar buiten gekomen, was een issue. Het ging over centjes. Ja, want ze hadden nog geen geld ontvangen. En ze wilden niet trainen. En, ze wilden niet trainen omdat ze geen geld hadden ontvangen. En toen, toen besloot de regering van Ghana om een vliegtuig te sturen met 3 miljoen cash. En dat kwam op de lokale tv. Nou ja, Brazilië, daar wonen 3 tot 4 miljoen mensen. Ja. Straat, kwam op lokale tv en dat daar die bus, de auto binnenkwam met 3 miljoen. Ja, want het is vanuit Ghana is er een vliegtuig naar Brazilië gegaan met geld, dus dat de jongens gingen trainen. Maar goed, dan komt dat geld daar binnen. Ja, precies. Het effect was dat de beveiliging van het hotel waar die spelers verbleven, die waren... Scheiden in de broek, om even populair te zeggen. Want die dacht van ja, wacht even. Hier een overval voor 10.000 euro of $10.000 en dan 3 miljoen. Nou, dus die vertrokken allemaal. Dus toen heb ik weer contact opgenomen met die politiechef. En dat was s'nachts om 11:30 of zo, 12:30. En ze zei nou, dan maken we geen probleem wil. Iets anders dan in Nederland, die sturen met 15 politieauto's toe met gewapende mensen. Dus, ja, ik mag dat toch, is dat geld nou uiteindelijk wel afgeleverd daar in dat hotel? Dat was afgeleverd. Oh. En dat was nou juist de tv. En dat was juist de trigger van die veiligheidsmensen. Maar je zou toch denken, rechtsomkeer terug, weg dat geld? Nee, want anders wilden die mannen niet trainen. Ja, precies. Oh, wat bijzonder, hè? Wil, je kunt natuurlijk nog uren praten. Ja. Wat nou het meest bijzondere wat je bent tegengekomen? Denk je van nou, bizar. Dit was ook wel een dingetje. Nou, wat ik wel... bizar wil ik dat niet noemen. Wat wel apart was, dat ik had een pakweg een week of 6-7 voordat ik vertrok... had ik een gesprekje met Louis van Gaal. Ik heb, zoals je weet, bij de KNVB gewerkt en ik heb een goede relatie opgebouwd met Louis.
En ik heb me verteld over mijn ervaring met het WK. Hij belt jou ook vaak tijdens de wedstrijden in de rust, hè? Dat jij vertelt van... Nee. Dat Louis belt en dan zegt wel van, nou, ik weet niet meer hoe het zit. Nee. Zonder, dat is flauwekul. Ja, maar we hadden een gesprekje en ik zeg van, joh, ik wil je eerlijk gezegd niet zien in Brazilië. In Brazilia. Hij zei, waarom wil je me niet zien? Ik zei, nou, als je kijkt naar het speelschema... De enige mogelijkheid dat je bij mij in dat stadion komt, is als je de derde en de vierde plaats speelt. Ja. Oh. Ik zeg, en jij wilt de halve finale niet verliezen. Niet weten dat ze zover zouden komen. Dus hij zegt nee. Dus hij kwam van de vliegtuigtrap af in Brazilië. Ik zeg, nou, je hebt je niet aan je woord. Ja. Ja, dat zijn leuke dingen. Hè? Had je toch met Van Marwijk, heb je ook zoiets gehad in Afrika? Toen zei hij van, nou, ik kan jou hier niet meer zien. Ja, dat was toen dat was wel grappig. Toen was ik om Port Elizabeth en toen werd er gespeeld in de kwartfinale ook toevallig tegen Brazilië. En die wonnen er ook toevallig. En dat was leuk. Toen stoten ze ook meteen door naar de finale. Doet nog steeds een beetje pijn. Precies, want toen hadden we ook in Port Elizabeth hadden we de wedstrijd voor de derde en de vierde plaats. Ja, dat klopt. Heb je goed onthouden. Ja, het zijn van die dingen. Sommige dingen die blijven hangen. Hey Wil, net wat ik zeg, we kunnen nog uren praten. Ja, maar die tijd hebben we helaas niet. Dus ik vind het wel heel erg leuk. Ja. Wat staat er binnenkort op stapel? FIFA heeft mij gevraagd of ik mee wil helpen met het opzetten van een workshop. Het is namelijk zo dat, kijk, de FIFA die is steeds verder met het opstellen van eisen. Mm-hmm. Kijk, en als je dan in Europa praat, het is allemaal best wel goed geregeld. Ja. Maar je hebt natuurlijk heel veel landen in Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Afrika, waar het echt een heel erg slecht is. En juist daar gaan ze dan gewoon wat eisen neerleggen op het gebied van veiligheid. En wat ik ook heel slim vind is dat ze dan zeggen van, dan gaan we ook daar een seminar aan koppelen, een workshop aan koppelen. En dan hebben wij gevraagd om samen met Wilfred en Tiel om nu in de CONCACAF een eerste workshop te organiseren, waar we dan gaan vertellen over wedstrijdorganisatie en stewarding en over die rol als security officer. En dat is dan in begin november in Miami. Oh, dat gaat wel gauw gebeuren dus. Ja. Blijf maar doorgaan, hè. Ja, misschien wil je het stom zeggen dat ik dat zeg, maar ik ben er als Tielenaar trots op. Ja, met recht. Met dat recht. We zo'n Tielenaar ook hebben die dit gewoon doet, hè. Ja, dit is echt heel erg bijzonder. Ja, klopt. Ja. En we gaan jou veel succes wensen. En natuurlijk gaan we elkaar weer spreken over jouw avontuur, want daar kunnen we het best wel over hebben. Ja, altijd goed. Goed, hartstikke leuk. Dank je wel. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. In deze aflevering van Tiel aan tafel, nu tijd voor de straatpraat. Sari, we gingen het winkelcentrum van Tiel in. En wat vroegen we de mensen? Wat vindt u nou typisch Tiels? Typisch Tiels? Jezus, Mina. Typisch Tiels. Van vroeger uit de Sham, van de Betuwe. En tegenwoordig is die dan niet meer. Maar de profronde vind ik ook typisch Tiels. Apelpop vind ik typisch Tiels. Corso vind ik typisch Tiels. En nou ook zo het Zwaardse Lappen Festival, dat is het ook typisch Tiels aan het worden. Flipje. Ik word er niet. Wat vind ik typisch Tiels? De gezelligheid, er is elke week wat te doen. Dus. Wat vind ik typisch Tiels? Flipje is denk ik een van mijn meest typisch Tielse kenmerken. Daarnaast vind ik dat wij een gezellig centrum hebben. Vind ik ook wel typisch Tiels. En waarom vind ik dat? Omdat mensen door de bank genomen, zeker de Tielenaar, denkt dat het ergens anders beter is. Ik vind juist dat wij een heel leuk, gezellig centrum hebben. Dus ja, dat vind ik wel typisch Tiels. Flipje? Ja, natuurlijk, Flipje. Flauw idee. Flipje? Ja, dat vind ik typisch Tiels. Ja, inderdaad, Flipje. Wat vind ik typisch Tiels? Ik zou nu haar zeggen de weer, maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Gezellig. Ja, gezellig. Ja. De zaterdagen zijn gezellig. De laatste maand. Bij
Bij ons aan tafel is aangeschoven Pater Robbe en hij is voorzitter van het Sporenbergfonds. Pater Robbe, welkom. Voordat wij van alles hierover gaan vragen, kunt u mij vertellen wat dat Sporenbergfonds, nou wat dat precies is, wat dat inhoudt? In de eerste plaats is het genoemd naar de heer Sporenberg, een bekende Tielenaar uit de vorige eeuw. En die heeft nogal wat goede doelen gesteund. Onder andere voor de katholieken, want hij was zeer katholiek. Waar haalde hij zijn financiën vandaan? Hij was een rijk man. Hij was gewoon rijk? Hij was een rijk man. Okay. Hij had een fabriek die gestaan heeft op de Nieuwedeelsweg tegenover het sportparkje. Dat nu Thomashuis is. Oké. Okay. Daar heeft dat... Zeg maar tegenover het Hertenkamp. Dat bedoel ik. Het Hertenkamp tegenover het Hertenkamp. Daar heeft vroeger een fabriek gestaan en die was van hem. En die was van hem. En wat daarna een woning van hem. En nu is dat ook uit beleggingen van hem. Is dat gegroeid tot het Thomashuis. En hij was een rijk man. En hij heeft in 1935 een bedrag geschonken aan de parochie hier in Tiel. Om de katholieke jeugd te steunen. Ah. De sport. We hebben het weer over voetbal. Ja. Niet over Ghana, over Tiel. En ik ben geen lid van de FIFA. Nee, maar het heeft ook met voetbal te maken. De lokale. De lokale, juist. Ja. Hij heeft een bedrag geschonken van 75.000 euro. En daar is... En daar hebben we het over 1935. 1935, dus voor die tijd een flink bedrag. Heel veel geld. Heel veel geld. Ja. En daar is Ridderweide uit ontstaan. Ah. Het sportpark Ridderweide. Waar ik het EVC ook voetbal. Juist, de Rooms-Katholieke Tielse Voetbalvereniging. Ah. Let op de betekenis. Ja, nu weten we het helemaal. Dat is natuurlijk voor die tijd heel streng gescheiden. Tegenwoordig natuurlijk veel minder. En dat is... door de gemeente opgekocht, dat terrein, omdat daar woningen zijn gebouwd. En toen heeft het bestuur van de Paters Dominicanen hebben die grond verkocht aan de gemeente. Omdat daar op dat terrein werden woningen gebouwd. Ook weer opbrengsten. Wat zeg je uit? Ook weer opbrengsten dus. Opbrengsten weer, ja. Voor het spoor weer. En nou toen heeft het bestuur van de Dominicanen aan de Paters hier in Tiel een bedrag van 70.000 gulden voor die tijd ook daar flink veel gegeven van. Doe daar wat mee voor de bevordering van de sportiviteit van de Tielse jongeren. Dan moet ik u eerlijk vertellen dat ik het Sporenbergfonds als zodanig helemaal niet kende voordat ik dit verhaal hoorde rondom het geld dat wat er nu geschonken wordt. Redelijk anoniem dus. Redelijk anoniem. Het was ook helemaal beperkt tot de katholieke kerk. En dus was het zeer beperkt. Ja, dat was natuurlijk in die tijd heel, heel strikt. Heel strikt. Ja. En de katholieke verenigingen deden een beroep op dat fonds... Mm-hmm. om daar projectjes mee te realiseren. En waar moeten we dan aan denken? Dan moet je denken aan bijvoorbeeld de Scouting Phoenix... die vaak een beroep op ons gedaan heeft... om hun activiteiten te financieren en andere kleinere bedragjes. Maar het is zo goed belegd, dat bedrag, dat wij telkens uit de rente elk jaar kleine projectjes konden financieren. Goed hoor. Ja, wat mooi. Ja. Ja, ja. Maar dat is overigens, toen ik dus ophield als pastoor, toen hebben we besloten om dat fonds een stichting van te maken. Mm-hmm. Omdat dan de leden van de vereniging niet meer zelf verantwoordelijk zijn, maar... Een stichting, dat is dan wel, moeten statuten voor opgesteld worden. En dat hebben we dan ook gedaan. Maar we vonden dat langzamerhand elk jaar kleine projectjes te financieren. Toen hebben we gezegd, kunnen we niet dat bedrag dat al gegroeid was tot door de goede beleggingen tot 80.000 euro. En hebben we het over nu? Nu. 80.000 goede beleggingen euro. En nu. Dan is het inderdaad wel heel goed dat gegaan. Serieus. Elk jaar. Ja. En elk jaar uit die rente. Project is gefinancierd. En toen hebben we gezegd, laten we nou één groot project nemen. En daar hebben we voor gekozen voor de Scouting Phoenix. En daar hebben we bijna 72.000 euro kunnen schenken. Wow. En een paar andere kleine projectjes de rest. Maar daar waren ze zeer blij mee, want de Scouting Phoenix... die hebben
Een nieuw gebouw nodig. Met een nieuw gebouw nodig, omdat het vorige is afgebrand. Ja. Er zitten nu zo'n Romney loods, hè, op de Hennepen, verre van ideaal natuurlijk. Ja, daar. Ja. En dit is een hele mooie start voor de scouting. Start, geweldig. Daar kunnen ze ontzettend veel mee doen. En u dacht van, nou, 1 en 1 is 2, laten we het zomaar eens doen. Ja, maar start van deze scoutingclub, maar het einde dus. Nou, het is niet een start, want ze bestaan 25 jaar. Ja, nee, maar start voor het nieuwe gebouw. Voor het podium, voor het een prachtige afronding. Te meer omdat het ten bate komt van de scouting die de Phoenix heet. Ja. Dus als een phoenix herrijst het nieuwe gebouw. Ja, dat is en mooi. Dat vonden ze natuurlijk prachtig. En dan het voldoet natuurlijk ook aan de originele wensen van. Precies. Ja. Zo is het. En maar dat zou betekenen dat het fonds daarna dus niet meer bestaat. Het staat nu al niet meer. Het is al einde. Het geld is al, we hebben dus alles bij de bank geregeld. Er waren natuurlijk ook wat onkosten bij. Alles is geregeld en het geld dat we besteden willen is terechtgekomen bij degene aan wie we het wilden geven. Waarvan de grootste profiteur is dus de scouting team die uit zijn as mag gaan reizen als ze een nieuw club. Geweldig, dat moet u goed doen. Dat moet mij zeer goed doen. Ik ben erg blij dat het zo is afgelopen. En we hebben dus ook die zaterdag toen ze 25 jaar bestonden, dat is 2 weken geleden, hebben wij symbolisch een cheque van bijna 72.000 euro aan het bestuur van de scouting kunnen overhandigen. Ja. En daar waren ze erg blij mee. Ja, met kan ik me eens bij voorstellen. Dat is ook eventjes in de Stadstv Tiel geweest. Klopt, ja. Gesprekje. Maar nu eventjes, want u hebt daar nog een mooi papiertje bij u. De link naar het voetballen. Ja. Dat heeft alles te maken met het verhaal rondom RKTVC. Precies zoals het ontstaan is. Ja. Het is natuurlijk nou veel breder dan voetballen. Maar het is wel daaruit ontstaan. Maar het is gelukkig veel breder. Allerlei sportieve activiteiten. En wat we ook duidelijk hebben gezegd. Het is ontstaan door een katholiek voor katholieke jongeren. Maar we zijn ecumenisch genoeg om te zeggen. We gaan niet telkens zeggen. Ben jij wel katholiek of ga je wel naar de kerk? Nee. Dus het is ook tamelijk algemeen geworden. Mooi zolang om die achtergrond weer te weten, Sari. Ja, absoluut. Zolang we maar weten dat er ook in ieder geval katholieke jongeren bij zijn. Dan hebben we ons doel bereikt. Nou, hartstikke goed. Ja. Fijn dat het zo gelopen is. Ja, dat geld op zo'n prachtige en goede plek terecht is gekomen. En nu heeft u dus een soort van rust, nu dat fonds. En het aardige is dat het bestuur van de scouting Phoenix heeft besloten om het nieuwe gebouw, het Sporenberghuis. Oh, dat is, nou, dat is mensen wat ze kunnen doen natuurlijk. Het naam van het blijft nog genoemd. Ja, mooi. Maar de stichting bestaat dus niet meer. Dus de stichting is opgeheven. Ja. Maar dat betekent dat u nu gewoon... Ik ben al langer van alle lasten bevrijd. Maar de meeste lasten hebben natuurlijk de penningmeesters gehad om het allemaal goed te beleggen. Ja. En wij hebben alleen maar telkens moeten kijken. Dat is zo. Aan het doen en zo. Nou, u hebt het op de Stadstv keurig verteld. Ik hoop dat het goed overkomt. Dus ook dat de Tielenaar weet... Dat ze geen beroep meer kunnen doen op het Sporenbergfonds. Dat het is opgeheven. Heel goed. Mag ik u danken voor het gesprek? Dat heb ik graag gedaan. In deze aflevering van Tiel aan tafel, nu tijd voor het bloemetje van de week. We staan in het bruisende centrum van Tiel op de Oude Haven. En dat komt omdat wij een brief hebben gekregen van Wisse Smit. Hij vraagt een bloemetje aan voor Willy Pot, een mevrouw van 85 jaar oud, die ruim 40 jaar vrijwilligerswerk heeft gedaan. Mevrouw Pot heeft het de laatste tijd niet getroffen. Ze is gevallen met haar fiets. Haar schouder is kapot, zoals Wisse dat zegt. En Wisse vindt dat heel erg vervelend voor haar. Want ja, niet meer fietsen betekent toch wel heel vervelend voor haar. We gaan haar verrassen met een prachtig boek. En we gaan kijken hoe ze reageert. U staat al bij de deur. Komt u een klein stukje naar buiten? Mevrouw Pot, hallo. Een overval met een bloemetje. Och, zeg, wat leuk zeg. Waar heb ik dat aan te danken? Dat heeft u te danken aan Wisse. Wisse Smit, die kent u. Ja, die ken ik wel. Die is vrijwilliger bij Vrijtaf ook. Ja, waar ik ook altijd vrijwilliger geweest ben. Ja, dat had hij inderdaad verteld. En hij heeft verteld dat u best wel wat pech hebt gehad de laatste tijd. Uw schouder kapot met vallen van de fiets. Ja, ik ben gevallen met de fiets en ik heb me boven hier gebroken. Kop van de schouder. Dus ik heb niet zo'n leuke tijd achter de rug. Nee. Maar ik
ben nu weer aan het opknappen, dus... Dat klinkt positief. Ja. Ik geef u eerst dit boeket. Nou zeg. Namens Wissen dus. En mooi, hè? Leuk zeg. Ja. Nou, heel mooi. Ja, hij is zo positief over u. Ja. Hij zegt, ze verdient het. Nou, hartstikke fijn. Nou ja, verdient het. Iedereen doet zijn best op zijn manier, hè? Ja. En we willen allemaal graag een steentje bijdragen. Ja, dat lukte dus heel goed. Ja, dat is goed gegaan allemaal, ja. Ik ben dus 40 jaar vrijwilligerschap vrijdag geweest, dus een hele poos zijn. Nou, geweldig. Ja. Ja. Nou, ik heb het allemaal plezier gedaan. En mist u het nu? Ja, ik heb het erg gemist. Maar nu wordt het een beetje beter, ja. Ik kan nu wat meer tijd aan mezelf besteden, hè. De leuke dingen doen. Ja. Heel goed. Ja. Ja. Geniet hiervan. Nou zeg, dit zal ik zeker doen. Ja, veel sterkte met herstel. Dankjewel. En ik zal Wisse zelf persoonlijk ervoor bedanken. Ik stel het heel erg op prijs. Ik vind het heel leuk. Tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel. Sari, weer leuke gasten, hè? Ja, erg leuk. Pater Robbe heeft heel mooi verteld over het Sporenbergfonds. In de straat praten, wat vindt u nou typisch Tiel? Wat leuk, vind jij trouwens typisch Tiels? De Waal, Flipje. Ja. Ja, goed, dan ben ik niet echt origineel in, hè? Nee, maar goed, helder. Niet anders dus dan de rest van de Tielenaren in die zin. Klopt het verhaaltje ook alweer? Absoluut. Wil Verree was ook de gast. Hij sprak over toch ook bijzonder verhaal weer. Hè? Over zijn activiteiten voor de FIFA en het bloemetje van de week. Nou, en dat bloemetje, daar ga ik toch even op inhaken. Wilt u nou ook zo'n mooi bloemetje aanvragen? Dat kan via onze StadsTV-app, maar ook via www.stadstvtiel.nl of... Gaat u naar de winkel van Margriel Becker, daar ligt een formuliertje klaar, kunt u ook invullen. Een directe mailtje sturen naar info@stadstvtiel.nl, kan natuurlijk ook. Sari? Dit was hem, hè? Zo is het. Tot de volgende... Tiel aan tafel.